What does the fuck say? Welkom allemaal bij deze tv-special over de middeleeuwen. We gebruiken hier drie boeken. Reinaert de Vos, Karel en de Edelgast en natuurlijk Walewijn. What does the fuck say? Wij gaan jullie een samenvatting geven. Ik over Walewijn, Lara over Karel en de Edelgast en Eline over Reinaert de Vos. Walewijn en een heleboel andere ridders gaan op bezoek bij de koning als daar het schaakbord van de koning wegvliegt. De koning beveelt Walewijn om het terug te gaan halen. Bij de nieuwe eigenaar aangekomen krijgt hij een opdracht en als hij die vervult krijgt hij het schaakbord terug. Als hij de opdracht wil vervullen krijgt hij weer een nieuwe opdracht. En dan als hij die wil vervullen ook weer een nieuwe opdracht. En zo verder. Onderweg helpt hij een heleboel ridders en knechten, maar hij vermoordt ook een heleboel ridders. Uiteindelijk krijgt hij het schaakbord wel. In Karel en de Edelgast gaat Karel stelen en dit moet hij omdat hij een engel hem drie keer heeft geroepen. Wanneer hij gaat stelen ruit hij een bos in waar hij een donkere ruiter tegenkomt en die later Edelgast blijkt te zijn. Samen gaan ze naar het kasteel van zijn zus en Egrik van Egmonde, de man van zijn zus. Edelgast is er dan al achtergekomen dat Karel een vrij amateuristische dief is en besluit alleen naar binnen toe te gaan. Waar hij achter het plan van Egrik van Egmonde komt om Karel te vermoorden. Als hij eenmaal weer buiten de kasteelmuren staat, vertelt hij dit aan Karel. Karel besluit hier iets mee te doen, want de volgende dag is er een hofdag. Hij organiseert een tweestrijd tussen Edelgast en Egrik van Egmonde, waarbij Edelgast zijn eer kan terugwinnen en Egrik kan worden vrijgesproken van zijn plannen. Uiteindelijk wint Edelgast en Egrik van Egmonde wordt daardoor vermoord. Reinaert de Vos gaat over een hofdag waarin Reinaert wordt schuldig bevonden aan alle klachten. De koning beveelt zijn edelen om Reinaert te gaan halen voor een rechtszaak. De eerste twee keer weet Reinaert deze te ontlopen door een sluwe val te zetten voor de edelen. De derde keer komt zijn neef hem halen en gaat hij wel mee naar de rechtszaak. Hier vertelt hij tegen de koning dat hij zich schuldig voelt en een pelgrimstocht gaat lopen om alles goed te maken. Dit doet hij zodat hij vrij kan worden en hij zijn straf kan ontlopen. What does the fuck say? In de middeleeuwen werd een paar keer per jaar een hofdag gehouden. Op zo'n hofdag moesten alle edelen de koning bezoeken en de koning zou de edelen dan toespreken. Op zijn hofdag kregen de edelen ook hun kans om een klacht in te dienen bij de koning en hem te verwittigen van dingen die ze hadden opgemerkt in het land waarvan ze vonden dat de koning daarna moest kijken. Rond de 12e eeuw, toen het procesrecht werd ingevoerd, was er ook op de hofdag de kans om te klagen over iemand die bijvoorbeeld jouw familie iets had aangedaan of jou persoonlijk iets had aangedaan. Net zoiets als een aanklacht in een moderne rechtbank. What does the fuck say? Welkom op deze hofdag, mijn edelen. Dit is jullie kans om tegen een of ander een klacht in te dienen. Goedendag, koning. Ik ben Iskren de Wolf en ik wil de gerechtigheid van mijn familie voor wat Reinaert de Vos ons heeft aangedaan. Hij heeft mijn vrouw verkracht voor de ogen van onze welpjes en hen daarna in hun gezicht gepiest, zodat ze nu voor eeuwig blind zullen zijn. Reinaert de Vos moet gestraft worden voor zijn daden. Hij is een crimineel. Hallo, ik ben Courtois de Hond en ik ben boos, want dit was mijn borst en Reinaert de Vos heeft hem van mij gestolen. Vuile dief en leugenaar, hij moet hiervoor gestraft worden en hij zal boeten voor zijn daden. Wow, ik ben Tibert de Kat en ik ben het hier niet mee eens. Die borst is van mij. Ik had hem gestolen uit de molen en ik ben het hier niet mee eens. Courtois had nooit die borst van mij mogen stelen en dus zou hij hem ook niet moeten krijgen van Reinaert. Ik hoor de borst terug te krijgen. Goedendag koning, ik ben Kumaar de Haas. Ik wil graag een klacht indienen tegen Reinaert de Vos. Hij zou mij bijbelstudie geven. Toen hij mij bijbelstudie gaf, probeerde hij opeens mijn hoofd op te eten. En toen kwam gelukkig Panzer de Bever die mij heeft gered. Maar ik zit onder de wonden en ik heb allemaal verbandjes. Iedereen's vrouw en Reinaert hebben al jaren een verhouding. Hoe kan hij haar dan verkrachten als ze van elkaar houden? En de worst van Courtois, die was ook gestolen. En
van Tibert. En Tibert had hem ook al gestolen. Iedereen weet, gestolen goed gedijt niet. Dat is geen argument. Niemand kan hem daarom beschuldigen. En Kuwaart de Haas. Hij misdroeg zich. Kan een meester zijn leerling niet meer straffen als hij zich misdraagt? Wat is dit? What does the fuck say? Voor de 12e eeuw was het veeterecht. Dit hield in dat als iemand jouw familie iets aandeed, mocht je wraak nemen op die familie. Oog om oog, tand om tand. Families waren dus erg belangrijk. En als jij iets deed, was heel je familie schuldig. Dit heeft ook te maken met familieeer, waar we later in dit programma over gaan praten. Hier heb je een voorbeeld over veeterecht. Onze actrices. Dit zijn de dochters van de slager en dit zijn de dochters van de bakker. Laat het stuk beginnen. Je hebt een stuk vlees van mijn vader, Solo. Hoe kon je? Wow, wacht. Hoe ben je dan mijn zusje te wil? Ik ben bij mijn zusje te wil. Ik kan jou zo nog maken. Dit recht was niet heel efficiënt. Dit is omdat, zodra jij wraak hebt genomen op familie, heeft die familie het recht om terug wraak te nemen op jou. Dit leidt tot het effect dat twee families voor altijd ruzie blijven houden met elkaar. Vanaf de 12e eeuw kwam er dus procesrecht. Bij het procesrecht moest er eerst gekeken worden of de aanklacht gerechtvaardigd was. Weinig mensen konden lezen en schrijven in de middeleeuwen, dus het geheugen speelde een belangrijke rol. Het geheugen faalt echter soms, dus de gebeurtenis moest recent zijn. Je moest ook met echt bewijs komen, zoals tastbaar bewijs of een getuige. Als de aanklacht was goedgekeurd, werd de verdachte maximaal 3 keer gedagvaard. Als hij na de 3e keer nog niet was opkomen dagen, werd hij vogelvrij verklaard. Dan stond hij buiten de wet en kon iedereen hem wat aandoen zonder daarvoor gestraft te worden. In Karel de Edelgast zie je bijvoorbeeld een voorbeeld van een hofdag. Want de dag nadat Karel uit Stelen gaat, is er een hofdag. Echter, het beste voorbeeld dat we in de middeleeuwse literatuur kunnen vinden van het middeleeuws rechtssysteem is Reinaert de Vos. Omdat in Reinaert de Vos precies de stappen van het rechtssysteem worden afgegaan. Eerst heb je de hofdag waarop de dieren koning Nobel vertellen wat Reinaert toen allemaal heeft aangedaan. Dan wordt Reinaert 3 keer gedagvaard. 1 keer door Bruin de Beer, 1 keer door Tibert de Kat en 1 keer door Grimbeert de Vos. Dan wordt een proces opgesteld en een vonnis geveld. Zo zie je precies hoe het middeleeuws rechtssysteem eraan toe gaat aan de hand van een boekje. What does the fuck say? In het filmpje kun je een hofdag zien. Hierbij verdedigt Grimbert de Das zijn oom Reinaert de Vos. Dit is niet omdat Grimbert heel erg van Reinaert houdt, maar om de familieeer hoog te houden. Familieeer was immers heel erg belangrijk in de middeleeuwen. In Karel en de Edelgast zag je ook dat Edelgast zijn eer terug kon krijgen en daarvoor verbannen te zijn. Hiervoor moest hij de zwager van Karel de Grote verslaan in een tweestrijd. In Karel en de Edelgast en in Reinaert de Vos is familieeer dus erg belangrijk. In Walewijn is eigen eer echter veel centraler. Walewijn moet bijvoorbeeld een schaakbord halen. En als hij een nieuwe eigenaar van dit schaakbord had vermoord, had hij deze al lang kunnen hebben. Dit doet hij echter niet omdat het oneervol zou zijn. Ook als hij ruzie heeft met de ridder, mag hij deze ridder niet vermoorden als hij genade toont. Dit is ook een oneervolle manier om een ruzie te eindigen. Dus wanneer een ridder wel genade toont, moet hij hem gewoon laten leven. Dit laat dus zien dat Walewijn eigen eer heel erg belangrijk vindt. In de middeleeuwen zag je dus dat eer belangrijk was. In verschillende verhalen wordt dit op verschillende manieren weergegeven. What does the fuck say? Het thema van Walewijn is eer. Dit staat ook centraal in het hele verhaal. Als Walewijn iets moet behalen, moet hij dit op een eervolle manier doen. Ook ruzies moeten eervol uitgevochten worden. Regels zijn er om je aan te houden en de wet mag je ook niet overtreden. In Karel en de Edelgast staan geloof en eer centraal. Geloof omdat Karel 3 keer is verteld door een engel dat hij moet gaan stelen. Ook geeft dit aan dat stelen of iets slechts doen ook goed kan zijn. En dat leverde het stelen dus uiteindelijk ook op. Ook eer staat centraal omdat Edelgast zijn eer kan terugkrijgen door Erik van Egmond te verslaan in een tweestrijd. Reinaert de Vos is waarschijnlijk een satirisch verhaal dat commentaar levert op het strafrecht. Verder het komt waarschijnlijk uit het begin van het strafrecht, want het legt het strafrecht wordt stap voor stap uit. Het legt uit hoe
iemand gedagvaard wordt, et cetera. Ook levert het commentaar op het strafrecht, omdat Reinaert zo makkelijk het strafrecht weet omzeilen. What does the fuck say? Ook religie speelt een belangrijke rol in alle drie de boeken. Op een van de tochten van Walewijn, komt hij een heleboel ridders tegen die een vrouw aan het verkrachten zijn. Hij vermoordt alle ridders, behalve de rode ridder die om genade smeekt. 'S Nachts worden alle lijken opgehaald door de duivel, behalve die van de rode ridder, omdat Walewijn een cirkel om hem heen heeft getekend. In Karel en de Edelgast komt het vooral voor in de, omdat een engel Karel de boodschap bracht dat hij moest gaan stelen. En een numeriek, omdat hij bij de eerste ronde dacht dat het niks was. Bij de tweede keer dat de engel riep, dacht hij dat het de duivel was. En bij de derde keer wist hij dat de oproep van God kwam. En ook later in het bos, toen hij Edelgast zag, helemaal in het zwart gekleed, dacht hij dat het de duivel was. Het boek van Reinaert bekritiseert juist de religie. In het boek komt namelijk een pastoor voor die is getrouwd. Dit kan helemaal niet. En hij belooft de burgers dat hij al hun zonden zou vergeten als ze zijn vrouw redden uit de rivier. Dit hoeft de pastoor niet te doen. Zoals jullie hebben gezien en gehoord waren de middeleeuwen heel anders dan nu. Deze drie boeken geven dat goed weer en hopelijk hebben jullie er iets van geleerd. We zien jullie graag terug bij de volgende aflevering. The secret of the fox, ancient mystery.